Rondom de eenzame kruin van de Noordpool staan in de vorm van stenen piramides de markeringstekens van de punten tot waar de rusteloze ondernemingsdrang van de mens is doorgedrongen. In zijn zenith zweeft een enkele meeuw. Het door harpoenen vervolgde geslacht der robben biedt hij op zijn ijsschotsen een veilige vrijplaats om te leven. Slechts als doel van ontdekkingsreizen is hij tot nu toe onbereikbaar gebleken. Terwijl in mijn fantasie de admiraal Tegethoff de eerste drijfijsvelden doorkruist, laat ik mij zachtjes terugzinken in de duister van de tijd en gelijk door de eeuwen terug naar het begin van een hartstocht, naar het jaar 1872. Zeilen zwaar van de koude regen, sneeuw in natte grote vlokken. De Tegethoff stamt door een zee die grof en gewelddadig wordt. Grote golven beuken in op het schip. Zo waren de stortzeeën nog nooit. Thank you.
Wanneer de golfbergen dan eindelijk vlakker worden en de wind hun kammen en toppen niet meer uiteenrijden, komt er kou opzetten waaronder de tuigage verstijft. Daar razen masten, het netwerk van het want, één parelmoer glanzend staketsel van zeilen. Een kunstwerk van ijs, waarvan ook bij rustiger zeegang en tijdens windstoten glazen pegels afbreken die op het houten scheepsdek versplinteren. Het rinkelen maakt de honden dol. Er zijn nauwelijks 2 weken verstreken sinds ze de haven van Tromsø zijn uitgevaren. Nog zijn de drijfijsvelden los en zijn de bevaarbare kanalen breed en ze worden met volle zeilen gepasseerd. Maar dan wordt het ijs dichter. Ook de kracht van een stevige bries is niet meer voldoende. Otto Krisch en stoker Pospisil worden naar de stoommachine gecommandeerd. Zo komt men moeizaam vooruit. In onze omgeving te zoeken. Met korte vleugelslagen boven de spits van de mast keken ze star op ons neer en met een schorre kreet vertrokken ze pijlsnel weg naar het zuiden. Deze vogels. Alle schepselen leken het lange schimmerrek dat voor ons lag te willen ontvluchten. En een troosteloze woestenij nam ons in zich op. Steeds korter werden de dagen. Steeds gloeiender ging de zon onder. Omringd door rode nevelmassa's achter barrières van zwart-blauwe ijs. Op de 40e dag na het uitvaren uit de haven van Tromsø dromt de verstijfde zee van alle kanten op de Tekenthof toe. Nergens open water. De Tekenthof is geen schip meer, maar een hut, ingeklemd tussen 2 schotsen. Een toevluchtsoord, een gevangenis. De zeilen zijn zinloze vodden. De stoommachine ballast, het stuurrad een bespottelijk ding. IJsmeester Carlsen legt de coördinaten van de insluiting vast. 76,22 noorderbreedte en 63,3 oosterlengte. Zo drijven ze vanaf nu aan voort op hun schots. Een ijseiland dat kleiner wordt en vervolgens weer aangroeit en waarvan hun schip het houten hart is. Op drift, in de schemering van de poolnacht, in de duisternis noord, noordoost, noordwest en weer noord. Overgeleverd aan geheel en al onbekende zeestromingen en folteringen van het ijs. Thank you.
Ze verzetten zich. Slaan om zich heen. Met bijlen en houwelen hakken ze op de Schots in. Ze proberen met lange zagen kanalen in het ijs te snijden. Ze boren gaten die ze met buskruid vullen op deze vervloekte, verstarde zee en brengen springlading na springlading tot ontploffing. Ze zullen de Tekenthof uit het ijs loslaten. Ze zullen vrijkomen. Ze moeten vrijkomen. Zagen verliezen in de koude iedere flexibiliteit en breken aan stukken. De snede vriest binnen minuten weer dicht. De ontploffingen slingeren alleen wilde boeketten van ijssplinters de lucht in, die vervolgens als hagel op hen neer kletteren. De Tekenthof beweegt zich niet. Het roer dat ze gisteren vrij hebben gezaagd, zit vandaag weer onder het ijs. De noorderstorm waait de krater die hun bijtel slaat weer dicht. Onder de ijsstorm bleken de krippen en brokken van hun schots af. Het eiland wordt kleiner en begint te barsten. November, zaterdag. Wind en nevel. Tien, zondag. Wind en nevel. Elf.
maandag, wind en sneeuwjachten. Zeventien zondag. In de buurt van het schip was vandaag hevig lawaai. 21 donderdag, wederom een grote ijspersing. Bij het schip heeft zich een ijshoop opgeworpen, zo groot als een groot huis. 1000 bliksemstralen van alle kanten. Rondom flakkeren en blikkeren en golven en likken in een wilde chaos de intens helder witte vlammen met kleurige randen. Opgezweept jagen vurige lichtgolven over elkaar buitelend, tuimelend van oost naar west en van west naar oost. Vele duizenden lichtstralen vlammen onophoudelijk in boeketten op en trachten in een wilde achtervolgingsjacht het punt te bereiken waar ze allen naartoe streven. Het magisch zenit. De ijsmassa neemt toe. Alles neemt toe. De duisternis, de kracht van de druk op de tekentof, de vrees voor een schip. Waar zich gisteren nog een berg verhief, glanst vandaag een bevroren plas en morgen weer een reef. Misschien zal de schots waarop het schip zich bevindt
hun eiland die hen tegen de opdringende ijsbergen beschermt, ook die kleine plaats willen bezetten die de Tekenthof inneemt. Nog inneemt. In de nieuwjaarsnacht, het ijs is rustig, steken ze teerfakkels aan en schrijden om het schip heen. Een lichtprocessie. Dan stellen de matrozen zich op het ijs op en zingen voor de officieren. Petro Falasic begeleidt hen op de harmonica. Het is 30 augustus in het jaar 1873, op 78,43 graden noordenbreedte en 59,3 graden oostenlengte. De ochtend is bewolkt. Nevelflarden drijven over het ijs. In de middag klaart het op. 'S Ochtends waait de wind uit noord-noordoost en flauwt er dan af. Als hoogste temperatuur wordt deze dag min 0,8 graden Ramoer gemeten. Tegen de avond daalt zij tot min 3 graden Ramoer. De middagpeiling levert 211 meter zeediepte op. Modderige bodem. Een dag die bootsman Pietro Lucina in het logboek besluit met de notitie: Terra Nuova Scoperta, nieuw land ontdekt. En zodoende voor het eerst de ontsluiting van een van de laatste witte plekken van de oude wereldkaart optekent. Basaltorens,
gebroken ijs. Schellen, dode bergen. Kloven, ruggen, hellingen, klippen en geen mos, geen struiken. Alleen stenen en ijs. Stenen, ijs, 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 stenen, stenen. En dat geraas, die stormen. En in Jezus nog het was dit een paradijs is, hoe moet de hel er dan niet uitzien? Op de vierde dag van hun sledentocht daalt de temperatuur tot min 45 graden Celsius. De volgende dag tot min 51 graden. Nu strompelen ze in om de voeten gewikkelde stroken rendier voort. Ze moeten omkeren. Een strompelende, sombere stoet keert naar het schip terug. Op 20 mei 1874 verlaat de Oostenrijks-Hongaarse Noordpool-expeditie haar laatste toevluchtsoord. Het is avond. Getooid voor de ondergang ligt de admiraal Tegetthoff nu in een versteende, met afval bezaaide deining. In het licht van de middernachtzon trekken zowel bemanningsleden als officieren de drie zwaar beladen sloepen. Massieve Noorse walvisvangersboten met een mastboom en een loggerzeil. Ze trekken ze op de glijders van de sleden over ijsbulten en door een glazig diep sneeuwmoeras. Slechts schoksgewijs, meter voor meter, komen ze vooruit. Vaak zakken ze tot de middelweg voor ze weer vast ijs onder de voeten vinden en de sloepen zinken mee. 7 mut weegt iedere slee. Hun werk is geen trekken, maar sjorren en rukken aan de zware last. Telkens weer moeten ze hun slee afladen. Het fornuis, de tent, de petroleum, de proviant. Alles moeten ze stuk voor stuk meeslepen om tenminste met lege sleden over de ijsbulten de hummocks heen te komen. Dan breiden zich enkel nog vlakke drijfijsvelden voor hen uit. Een grote, door talloze meren en rivieren doorsneden vlakte, die zich als het ware verheft en inzinkt, zwaar en ritmisch. Dat is de deining. Waar roerloosheid en verstarring was, is nu smelten, stromen, voortgang. Langzaam en gestaag
Als stapelwolken op een stille middag drijven de pakijsruïnes uiteen. Openen zich barrières, sluisdeuren. In augustus 1874 laat het ijs hen uiteindelijk met rust. Ze hebben de ijsgrens bereikt. De loggerzeilen staan bol van de wind. De snelle glinster en de schimmen van de buien snellen voor en uit. Aan de overzijde van deze rollende vlakte vliegen vogelzwermen op. En daar, onder een donkere hemel, ligt de open zee.